Op hetzelfde terrein waar in augustus popfestival Lowlands plaatsvindt, zijn dit Pinksterweekend zo'n 50.000 christenen te vinden. Net als op Lowlands is er een camping, wordt er genoten van het mooie weer, is er een lekker hapje te eten en is er muziek. Laat het leven het water stromen door ons heen. Wat er verschilt met Lowlands is dat alle mensen hier één gezamenlijk doel hebben, namelijk Pinksteren vieren. Maar wat vieren we ook alweer met Pinksteren? De uitstorting van de Heilige Geest. Dan denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. Uitstorting van de Heilige Geest. Dat betekent dat God ons een helper heeft gestuurd nadat zijn zoon naar de hemel was gegaan. Dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben van onze Heer en Heiland. Dat er een soort van contactpunt tussen ons en God is ingekomen. En dat we daardoor ook naar de hemel kunnen. Terwijl er volop gebeden en gezongen wordt, zijn zo'n 15 Zwollenaren druk met andere dingen. De conferentie kan namelijk niet zonder vrijwilligers. Al een week voor het evenement zijn ze druk met allerlei hand- en spandiensten. Ik ben coördinator van de Steward Stand. Dat is eigenlijk een soort hele grote vacaturebank voor alle vrijwilligers die meewerken in het weekend. Mensen kunnen zich vrijwillig bij ons melden. Wij kijken waar het meest nodig is. En op die manier delen we de mensen in en zorgen dat we alle gaten opvullen. Maar dat is toch, normaal zou je dat dan toch doen voordat een evenement begint, niet op een evenement? Ja, dat is een hele goede opmerking. Dat proberen ze ook al heel veel. Dus mensen worden al aangeschreven, ook medewerkers van vorig jaar. Maar dat lukt niet altijd. Dezelfde mensen kunnen niet. Dus er blijven altijd, laten we zeggen, zo'n 60% blijft nog onvervuld tijdens de conferentie. Kees, je hebt je net hier ingeschreven. Als wat? Als parkeerwachter. Ze moeten heel veel doen voor alle mensen hier. Best wel veel doen om het mogelijk te maken, zeg maar. Als je daar kan aan bijdragen, is wel fijn, toch? Loopt goed, alleen nog schoonmakers voor maandag en dat is het lastigste om te vinden. Met een man of 15 uit de VZ hebben we hier gewoon meegeholpen met de opbouw, hekkenplaatsen, kinderwerk. Eigenlijk van alles wat er te doen was om te zorgen dat alles klaar zou zijn voor vrijdagmiddag als de kampeerders zouden komen. Juist door wat te doen, je hele andere mensen, nieuwe mensen ontdekt waar je hele mooie gesprekken mee kan hebben, juist hier op een conferentie. Terwijl je dat, als je zou werken, het nooit over God kan hebben of over je manier van leven. En daarom doe ik hier ook wat. Meer dan 50.000 christenen samen in de polder. Dat zien ze in Zwolle ook wel zitten. Ja, zo'n evenement in Zwolle zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat je één keer per jaar een evenement hebt waar je misschien zelfs alleen met kerken uit heel Overijssel bij elkaar kunt komen om te vieren. Misschien Pasen vieren in plaats van Pinksteren, want dit is toch het Pinksterfeest bij uitstek, opwekkingconferentie. Maar juist misschien met Pasen of een ander moment, of Kerst, dat je zegt van hé, maar dat is een moment waarin we alle kerken bij elkaar komen uit heel Overijssel om het te vieren. Dat zou inderdaad hartstikke mooi zijn. In 2016 misschien? Misschien, wie weet.